Welkom bij het themajournaal Oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie van november 2022. In dit journaal bespreken we het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie door studenten en welke rol zorgverleners kunnen hebben bij het terugdringen hiervan. Signalen uit de media en praktijk suggereren een toename in het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie zoals methylphenidaat onder studenten. Ook in Nederland zijn er studenten die deze medicatie oneigenlijk gebruiken. Met oneigenlijk gebruik bedoelen we het gebruik door personen die de middelen niet krijgen voorgeschreven door een arts. Ik weet van een student gehoord die zegt, er is een kroegenlied bij hun op de SOS van Ritalin. En dat is als je s'avonds een feest hebt en je wil de volgende ochtend toch naar het practicum, wat meestal verplicht is, dat je dan een tabletje methylphenidaat neemt en dan ben je nog wel een beetje scherp op het practicum, verplichte practicum. Maar het is niet alleen onder studenten, ik hoor het ook van mensen die onder hoge druk leven, bijvoorbeeld op de Zuidas, dat ze daar ook toch wel best gebruikelijk is om naar stimulerende middelen te grijpen. Om bepaalde deadlines te halen en om in ieder geval een prestatieniveau hoog te houden. Tot vorig jaar was er weinig inzicht in de omvang van het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie door studenten in Nederland. En dat is veranderd door de Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten Hoger Onderwijs uit 2021. Deze heeft het middelengebruik onder studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit inzichtelijk gemaakt. Nederlandse studenten in het hoger onderwijs hebben in het afgelopen jaar ongeveer 4% oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie laten zien. En we zien bijvoorbeeld meer gebruik onder mannelijke studenten en ook onder studenten die veel uitgaan. Studenten voeren verschillende redenen aan voor het gebruik van ADHD-medicatie. Studenten gebruiken ADHD-medicatie oneigenlijk om zich bijvoorbeeld beter te kunnen focussen of te concentreren in drukke studieperiodes, bijvoorbeeld bij tentamens of het schrijven van een scriptie. En enkele studenten geven ook aan het te gebruiken tijdens het uitgaan. Ze doen dit dan voor het opbeppende gevoel. Uit een literatuurstudie blijkt dat de effectiviteit van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie niet bewezen is. Daarnaast is het gebruik niet zonder risico. Meer informatie hierover vindt u in een explainer-video van het IVM. Als zorgverlener is het belangrijk om de oneigenlijke gebruikers te wijzen op de risico's en daarnaast de beschikbaarheid van de medicatie voor verhandelen te voorkomen. De meeste studenten die ADHD-medicatie oneigenlijk gebruiken, krijgen of kopen dit van bekenden, vrienden of familie. Vaak zijn dit mensen die zelf de diagnose ADHD hebben en hun medicatie deels weggeven of verkopen. Het reguliere circuit is dus de belangrijkste bron van ADHD-medicatie, ook voor studenten. Bij het voorschrijven en verstrekken van ADHD-medicatie is zorgvuldigheid dus van belang. Dat begint bij een goede indicatiestelling om te voorkomen dat de medicatie onnodig wordt voorgeschreven. ADHD is een psychiatrische diagnose, het hoort ook in de DSM. En dat betekent dat als mensen bij de dokter komen, bij de huisarts komen van ik denk dat ik ADHD heb, dat de huisarts niet begint met medicatie voorschrijven, maar daar hoort eigenlijk een echte diagnose bij. En dat betekent dat de patiënt naar de psychiater moet voor een serieuze diagnosestelling en een indicatiestelling. En dan is het ook zo dat de psychiater ervoor verantwoordelijk is om, als er medicijnen nodig zijn, dat is vaak dan wel zo, want die studenten hebben dat allemaal een beetje uitgezocht, als er medicijnen nodig zijn om ook zo'n patiënt in te stellen op medicijnen. Want je hebt verschillende soorten en verschillende sterktes en dan moet het dus precies ingesteld worden. En als dat klaar is, dan kan de psychiater vragen aan de huisarts om de medicatie over te nemen. Naast goede indicatiestelling is ook regelmatige evaluatie van de behandeling belangrijk. Ja, als mensen eenmaal op de medicijnen zijn ingesteld, dan krijgen ze een recept van de psychiater. En dan kan een herhaalrecept gegeven worden door de huisarts. Nou, vaak doen we dan een jaarrecept, dat is makkelijk voor iedereen. Maar na dat jaar moeten mensen bij de dokter komen om te vertellen hoe het gaat en om eventueel nieuwe medicijnen te krijgen.
En dan bespreken we of het nog nodig is. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de rest van je leven medicijnen krijgt om je te concentreren. We vragen ook naar bijwerkingen, bijvoorbeeld slaapstoornissen, wat niet zo handig is als je je niet goed kunt concentreren als je ook niet slaapt. Dus dat is een belangrijke bijwerking. Controleren ook nog de bloeddruk, dus dat zijn de standaard dingen. We vragen ook van, gebruik je nog andere middelen? En een goede vraag is van, heb je nog andere manieren om je beter te kunnen concentreren? En eigenlijk zou de dokter ook moeten vragen, gebruik je die pillen zelf of deel je ze ook uit aan anderen? Natuurlijk komt oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie voor. En ADHD'ers zeggen wel eens dat ja, door mijn chaotisch leefstijl ben ik mijn pillen weer kwijt. Of ik heb ze ergens anders liggen. Laatst had ik iemand die zei van, ik had het in de broekzak zitten en daardoor is het meegewassen met de wasmachine en kan ik het niet meer gebruiken. Toen ik doorvroeg en ik zei, ja, maar het zijn doordrukstrips, volgens mij kun je die nog wel gebruiken, gaf ze eindelijk ook wat toe van, ja, dat het een smoesje was om meer pillen te krijgen. Je ziet dan ook wel dat het, ik zeg van, maar waarom heb je dan meer nodig? Heb je echt zelf meer nodig? Of is het een familielid of een vriend of iemand anders die eraan mee eet, meesnoept? En als je dat vooral vanuit de acceptatie en vanuit de hulpverlenersrol vraagt, dan krijg je ook heel vaak wel eerlijke antwoorden. Dus ik vraag gewoon, het vraagt om een goed prescriptiebedrijf, beleid, en ik vraag er gewoon naar van, gebruik je het ook buiten de afspraken die we gebruikt hebben? Ook apothekers kunnen een bijdrage leveren aan het beperken van ADHD-medicatie voor oneigenlijk gebruik. Ja, als een recept binnenkomt met een aanvraag voor ADHD-medicatie, dan zijn er verschillende zaken waar je op kan letten en die ook een ervaren apotheker of apothekersassistent echt wel opvallen. He, bij aankomen van het recept of bij receptcontrole, je kent je patiënten dan wel. Dat zijn een aantal patiëntgebonden factoren bijvoorbeeld. He, van gaat het om een eigen patiënt van de apotheek die bekend is, waar je de medicatiehistorie van kent. En gaat het om een eerste uitgifte, gaat het om een tweede uitgifte of een herhaalrecept. Is er sprake van een signaal, een overbehandelingssignaal of overgebruikssignaal? Of is het bijvoorbeeld een passant die je niet kent en waar je mogelijk ook geen toegang hebt tot de medicatiehistorie, dat je dus niet kan zien wat er eerder in andere apotheken is afgehaald? Nou, dat is een heel duidelijk signaal. Wat betreft de patiëntgebonden factoren, dan is het ook welke arts heeft het voorgeschreven. Praktijken kunnen verschillende protocollen hanteren van hoe ze ADHD-medicatie voorschrijven. In het algemeen is het in de gespecialiseerde GGZ-klinieken zijn daar protocollen voor. En ja, als je die ook kent, dan moet je ook wel bekend zijn met die praktijken, hoe ze werken. Dan kun je daar soms wat meer op varen, dat er geen recepten tussendoor schieten die onbedoeld zijn. Bijvoorbeeld als er waarnemers zijn in de huisartspraktijk, heeft de eigen huisarts voorgeschreven of de waarnemer van de huisarts. Dat zijn zaken waar je op let, waardoor risico's ontstaan dat er meer wordt voorgeschreven dan geïntendeerd is. En dat je dus op oneigenlijk gebruik uit kan komen. En dan zijn er de receptgebonden factoren. Zijn die binnengekomen fysiek? Worden ze aangeboden aan de balie? Of komen ze via de ICT, een geautomatiseerde receptverwerking, en komt het geautomatiseerd binnen? Dan zijn er wat meer waarborgen dat je dus met een authentiek recept te maken hebt en dat er geen sprake is van receptvervalsing. Want dat komt natuurlijk net als bij opiaten, ook bij ADHD-medicatie komt dat voor. Naast het beperken van de beschikbaarheid van ADHD-medicaties hebben zorgverleners ook een belangrijke taak bij het signaleren van het oneigenlijk gebruik. De meeste studenten die ADHD-medicatie oneigenlijk gebruiken, zullen zich niet zomaar melden in de huisartsenpraktijk of apotheek. Toch kunnen zorgverleners wel een signalerende rol hebben. Nou, patiënten komen natuurlijk niet bij de dokter om te vertellen dat ze oneigenlijk medicijnen gebruiken, want dat is geen hulpvraag. Maar er komen wel een heleboel mensen tegenwoordig met psychische problemen. Dat ze angstig zijn, dat ze slecht slapen, dat ze het niet meer zien zitten, dat ze burn-out zijn, dat ze somber zijn. Het is ook belangrijk dat we dan wat meer informatie van patiënten krijgen. En heel vaak
blijkt dat studenten dan, studenten in dit geval, maar ook andere mensen, medicijnen bijgebruiken. En niet alleen medicijnen, maar ook te veel alcohol en drugs. En als je drugs gebruikt en je bent somber, dat is geen goede combinatie. Als je drugs gebruikt en je bent angstig, is geen goede combinatie. En als je zoiets als methylphenidaat gebruikt en je slaapt niet goed, ja, dat heb je dan zelf bedacht. Dat is een combinatie die niet goed is. Dus het is erg belangrijk hier in de huisartspraktijk ook dat je voordat we zeggen van nou je moet naar een psycholoog of je moet in therapie, dat we bespreken wat voor middelen mensen gebruiken. En dan kom je er wel achter. Na het signaleren van oneigenlijk gebruik is in gesprek gaan de volgende stap. Nou, als we in het gesprek met de student in de spreekkamer erachter komen dat ze medicijnen gebruiken van andere mensen of dat ze dat op straat kopen, dan moeten we toch uitleggen dat dit soort medicijnen eigenlijk niet in de vrije handel zijn. Het zijn verslavende medicijnen, het zijn medicijnen die ernstige bijwerkingen kunnen geven. In de gesprekken met studenten bijvoorbeeld, dan bespreek ik ook wel van die fear of missing out, hè, de FOMO, van zoveel dingen tegelijk willen doen, dat het dan methylphenidaat wordt gebruikt als een soort opvoerder van de brommer. En om meer te kunnen, om nog meer te beleven. Maar lang niet alle brommers zijn ervoor gebouwd om opgevoerd te worden. En de ene brommer kan dat beter verdragen dan een kwetsbare brommer die juist dan uit de bocht vliegt en hele nare eigenschappen van methylphenidaat op een gegeven moment de boventoon gaan spelen. In het gesprek tussen zorgverlener en studenten kunnen ook de oorzaken en alternatieven voor gebruik van methylphenidaat besproken worden. Zorgverleners kunnen met studenten het gesprek aangaan. Dus erover praten en ook tegen studenten zeggen, als je last hebt met concentreren tijdens je studie, vraag dan om hulp bij een studentpsycholoog. Of bijvoorbeeld als je echt wat meer last krijgt van het dat je het moet gebruiken, dat je dan naar de preventieafdeling gaat van je lokale verslavingszorg. En het is van belang om de student te bevragen van waarom je dat nou eigenlijk nodig hebt. Want die meeste studenten zijn slim genoeg. En het is natuurlijk ook een mooie vraag om eens te stellen van hoe kun je nou zorgen dat je jezelf beter kunt concentreren. Wat zijn de valkuilen? Hoe komt het nou dat je te laat begint? Dat je het moeilijk vindt om je telefoon weg te leggen? Moeilijk vindt om Facebook en TikTok uit te zetten? Dat zijn belangrijke dingen voor een student om nog eens eventjes aan te herinneren. Van, weet je wel wat je doet eigenlijk? Want je vergiftigt jezelf als het ware om beter te kunnen studeren. Dat is toch een beetje raar. En we hebben ook nog een tip. We hebben een website www.beterconcentreren.nl. En dan kunnen mensen ook een vragenlijst invullen. En staan ook allemaal wijze raden en tips in. Zodat mensen zelf beter zichzelf in kunnen helpen om te concentreren. Artsen en apothekers hebben een belangrijke taak bij het voorkomen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. Enerzijds door overschotten aan medicatie in het reguliere circuit te voorkomen en anderzijds door alert te zijn op signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik. Wilt u ook uw bijdrage leveren aan het terugdringen van het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie? Het IVM en Trimbos Instituut ontwikkelen diverse materialen zoals een e-learning en een FTO-module om u daarbij te ondersteunen. Kijk op onze website voor alle beschikbare materialen. Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit journaal. Heeft u opmerkingen over de journaals? Laat het ons dan weten via onderstaand e-mailadres.